Dag Chris, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vandaag belangrijke concepten in het bedrijfsleven. Bedrijven integreren die principes in hun strategie of ze worden door strengere normen en regels gedwongen om hun ecologische voetafdruk te gaan beperken. En steeds vaker duikt nu ook de term circulaire economie op. Jij, Chris Vergan, als specialist duurzaamheid bij de Groof Peterkamp, bent uiteraard uitstekend geplaatst om daar ons meer over te vertellen. Laten we beginnen bij het begin. Circulaire economie, wat verstaan we daar eigenlijk onder? De circulaire economie of kringloop-economie is de opvolger van de lineaire economie. In een lineaire economie gaan we grondstof verbruiken, verwerken en het restproduct gooien we weg. In een circulaire economie gaan we het restproduct terug in de economie brengen als grondstof. We maken als het ware de cirkel rond. Daarnaast gaan we in een circulaire economie sterk inzetten op hernieuwbare energie en maximale capaciteitsbenutting. In die zin is de deeleconomie er een onderdeel van. De meeste mensen die denken bij circulaire economie nogal spontaan aan recyclage, maar het zwaartepunt ligt elders al, hè, vandaag. 80% van de mate waarin een product kan gerecycleerd worden, wordt bepaald in de ontwikkelingsfase. Zo maakt het al een heel groot verschil of je kleurloze of gekleurde kunststoffen gaat gebruiken. Of bijvoorbeeld twee componenten niet al te sterk gaat verlijmen of liever nog niet eens gaat gebruiken. Dat maakt ook dat de twee componenten achteraf terug makkelijker gescheiden kunnen worden. Welke andere concepten maken deel uit van de circulaire economie? Het hergebruik. Daar wordt bijvoorbeeld heel sterk op ingezet binnen de logistieke sector met het hergebruik van verpakkingen. Maar evenzeer herbruikbare bekers op evenementen of in een kantooromgeving maken hier deel van uit. Daarnaast moeten ook de grondstoffen uiteraard terug uit circulatie worden gehaald. En zo kan je bijvoorbeeld de toestellen die we vandaag in de warenhuizen vinden, waarin we onze glazen flessen inleveren in ruil voor een waardebon, kan je die toestellen ook gaan gebruiken om plastic flesjes of om drankblikjes terug uit circulatie te gaan halen. Innovatie is cruciaal om dit soort concepten te laten slagen. Welke zaken kunnen ons helpen om nog verder te gaan in zaken hergebruik of recyclage van producten? Wel, vandaag maken we bijvoorbeeld grote technologische vooruitgang. Zo kunnen we vandaag op basis van natuurlijke enzymen polymeren, dat is een ander woord voor plastics, en dat zijn complexe chemische verbindingen, gaan omzetten tot eenvoudige monomeren. En die kunnen dan opnieuw gaan gebruikt worden als bouwstenen voor nieuwe polymeren. Chris, er is duidelijk een trend naar een meer duurzame economie, naar circulaire economie. Wat kan dat nu betekenen voor beleggers? Wel, bedrijven die verstandiger omgaan met grondstoffen of die hun capaciteit beter benutten, hebben betere financiële ratio's. Daarnaast gaan ze ook meer ecologische producten maken, waardoor ze beter kunnen inspelen op de wijzigende vraag van consumenten en overheden. Zo heeft de Europese Commissie gezegd dat tijdens de overheidsopdrachten, die toch 20% van de totale consumptie in de Unie uitmaken, expliciet gaat inzetten om de circulaire economie verder te promoten. Het wordt duidelijk een groeiende markt. Kan je een paar voorbeelden geven van bedrijven die hun producten al aanpassen om te voldoen aan die circulaire economie? SOS Accessoires is een Franse specialist in wisselstukken die de zogenoemde geplande veroudering van de huishoudtoestellen wil tegengaan. En zo kan je bij hun online een diagnose laten stellen van je toestel en onmiddellijk elk denkbaar wisselstuk met een handleiding erbij bestellen. Een ander voorbeeld is de Renewal Shop. Dat is de Nederlandse leider in het aanbieden van circulaire oplossingen voor de textielsector. Zo aanvaarden meer en meer kwaliteitsmerken dat je gebruikte kledingstukken terugbrengt naar de winkel. En die kledingstukken die worden dan professioneel opgeknapt en terug in de verkoop gezet. Heel interessant was dat. Chris Vergan, bedankt voor de toelichting. Altijd welkom.